Yo guys, goedemorgen. Het is super mooi weer. En wat doe jij allemaal tijdens deze hittegolf? We gaan lekker zwemmen, hè, kid? Ja, zwemmen. Jay, ben je er klaar voor? Nou, Jay is er helemaal klaar voor. Jullie kunnen me precies niet zien zo, hè? Nee, joh. Ik ga eventjes een shirt aantrekken en de spullen pakken voor de kids. Klas is nog aan het werk, dus ik ben nu nog even alleen met ze. En dan gaan we zo meteen lekker zwemmen. Het is echt super heet buiten. En voor degene die niet op vakantie is, wat zijn jullie aan het doen? Zwembad, toch? Oké, ik heb even snel een shirtje aangetrokken, want ik wil jullie allemaal niet verleiden met mijn goddelijke body en zo. Dus ja, ik kan niet in mijn naakje op het beeldscherm gaan staan. Hey, drama queen. Ah, de kids hier zijn nog een beetje aan het banjeren. Toch? Ja? Ik krijg Jay maar niet te pakken voor zijn shirtje. Jay, je hebt je shirtje nog half om je nek. Uh-oh. Was je pet? Doe wel een pet op, hè, met de zon. Maar goed, we gaan lekker naar een buitenbad. In Volendam. En ik heb er eigenlijk wel zin in. Even lekker zwemmen met de kids. Het is voor mij lang geleden dat ik heb gezwommen met de kids. Dat is geweest toen ik onder water ging met Jay. Dat kun je nog zien in deze vlog. Die thumbnail was ook echt vet, want je ziet gewoon mij onder water met Jay. En het is vet raar om te zien, want hij is gewoon helemaal onder water. En mijn kopje onder, wat is er? Klimaat? Kleine cloudraap. Bij Monkey Town zat je ook al zo de glijbaan op te klimmen. Wat is dat met jou? Wat ga je... Ah, lekker man. Het is wel echt super chill dat die kinderen nu echt een stuk meer kunnen. Ze zijn zelfstandiger en daardoor vermaken ze zich ook veel sneller. Hebben jullie trouwens, ja sorry, ik spring van hak op de tak. Hebben jullie trouwens de nieuwe banner gezien op ons YouTube kanaal? Wat vinden jullie ervan? Foto's waren al heel lang geleden geregeld. We hadden die foto's laten cartoonizen. En we wilden eigenlijk al iets in deze richting doen. Maar het kwam er steeds maar niet van. En ja, naamsverandering. Dus we dachten, dat pakken we tegen die tijd wel op. Maar ik vind hem echt wel super tof geworden. En intro moeten we nog eventjes aan werken. Die veranderen we ook. Ik ga nog even de spullen pakken. En dan wachten we op Natas en dan kunnen we eruit. Wij zijn net aangekomen bij het zwembad in Volendam. En moet je kijken hoe het weer eruit ziet. Echt zo jammer. Het mooie weer is gewoon echt helemaal weg. En de wolken die zijn tevoorschijn gekomen. De zon die is weg. Het is een beetje jammer aangezien we naar het buitenbad gingen. Phil is nu de auto aan het wegzetten. Want het parkeerterrein staat ook echt super vol. Dus het is in ieder geval wel druk bij het zwembad. De temperatuur is gelukkig ook wel te doen. De meiden gaan weer een maxi cosi meedragen. Ja, schatje. Ja, is ook niet leuk hè, van het weer. Mama vindt het ook een beetje jammer. Leila. Hey schat. Heb je zin om te zwemmen? Gisteren zijn we ook al wezen zwemmen, hè? De meisjes hebben we dus in een maxi cosi meegenomen. Dag. En Jay die tillen we zo. Dag. Dus mochten ze in slaap gaan vallen, dan kunnen ze dat in een maxi cosi doen. Of eentje bij ons in de armen. Dag! Dag! We gaan op papa wachten, hè? Dag! We zijn een half uur verder. Phil is eindelijk aangekomen. Waar heb je je auto neergezet? De boom bij? Ver weg. We hebben ballen voor Jay gekocht, want die vindt dus ballen heel interessant. Gaat je lekker mee gooien. Maar goed, we zijn compleet, dus let's go! Nou, we zijn bij ons plekje neergestreken. De buurvrouw is er met familie. En de kids hebben het meteen op de gemunt. Lekker speelgoed op het kleedje.
mooie Jay, die heb je thuis ook. Niet een zwemluiertje aangedaan, dus ook niet te hoeven stressen of ze misschien gaan plassen of poepen in de auto. Ze hebben nu gewoon lekker een t-shirtje aan en zo'n oefenbroekje en gewoon hun normale luier. Eigenlijk ook wel gedaan omdat het weer natuurlijk niet echt heel erg lekker is, dus of we het zwembad ingaan weten we niet zeker. Dus mochten we dat wel gaan doen, dan kunnen we gewoon altijd nog een zwemluiertje aantrekken en een zwempakje of zwembroekje. Ik wil wel echt een hele handige tip meegeven voor degene die al kinderen hebben. We zijn hier in een super overvol zwembad met te veel gezinnen en te veel kinderen. En voor je het weet ben je je kind kwijt. Dat gebeurde dus aan moeder ook hier. Die raakte ook helemaal in paniek. En wij dachten ook Jay en de meiden goed in de gaten te houden. En ineens was Jay gewoon weg en die stond toen langs de rand van het zwembad. Het scheelde niet heel veel, denk je dan. Gelukkig was het water maar 20 centimeter diep en heeft hij daar al in rondgelopen. Maar ja, voor hetzelfde geld komt hij over de rand en valt hij erin. We waren er net op tijd bij, gelukkig. Maar het gaat zo snel, joh. Het gaat echt snel, in die drukte vooral. Nee, maar je moet gewoon je kinderen goed in de gaten houden. Je bent ze zo kwijt. Of ze liggen zo in het water. Ongelukkig zit in een klein hoekje en ja, het gaat zo snel, man. Jay was dus ook al super snel. Gewoon, en we praten over een afstand van 20 meter. Ja. Hij stond zo. Het was gewoon, joh, waar is Jay? Oh, hij staat daar. In zijn rode zwembroekje. Aan de zwembadrand. Maar hij ligt hier nu lekker te slapen. Hij is wakker. Nee, niet. Ga je mee salto doen van de duikplank met papa?
een super leuke dag. De kids zijn er boven aan het klimmen. Ja, goed zo, Jess. Ja, ga maar naar boven, schat. Leila die is al helemaal daar. En Jay die is al helemaal op de bovenverdieping. Goed zo, schat. Ga maar naar boven klimmen. Jay, zoek je bedje uit. Nee, pap. Dat is Jessie, de bedje. Ja, Jess. Jess, welk bedje is van jou? Ja, in één keer goed. Dat is jouw bedje. Ja, goed zo, Jay. En ga jij daarop slapen, Leila? Nou, we hebben dus de bedjes veranderd. Of de positie van de bedjes. Deze is van Jess. Oh, kom je er niet bij, schat? En kom maar, mama doet een klein beetje zo. Kan je er nu bij? Ja. Woehoe. Dus hier ligt Jess. Dit is Leila de bedje. En deze is van Jay. En we hebben dit dus veranderd omdat we dan wat meer ruimte hebben. We kunnen ze nu ook gewoon zo in bed zetten. Niet meer helemaal neer te leggen. De rest zoeken ze zelf maar uit. Haidem, 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 haidem. Nou, dat dus. Papa, lekker wild met jou te doen voordat je gaat slapen. Jee, je bent wel zeiknat, gast. Ja, kiddies, we gaan jullie schone rompertjes aantrekken. Ja, jullie kunnen nu lopen hier, hè? Wat is er met jou? Wie kan er vliegen? Wie kan er vliegen? Wie kan er vliegen? Wat staat er? Nou goed, wij gaan ze schone rompetjes geven. We gaan ze schone luier aan doen, zodat ze gewoon goed de nacht in kunnen. Thanks dat jullie weer hebben gekeken. We checken jullie later. Tjalla boemballa.